Er is een dringende noodzaak om het aantal waterbronnen in diverse gebieden uit te breiden of zelf nieuwe op te zetten. Vooral in Wanica en delen van Paramaribo die te kampen hebben met een lage druk, is er een noodzaak voor het opzetten van een grondwaterzuiveringsstation, zegt SWM-directeur Clifton Linga. De SWM-topman legt uit om welke gebieden het gaat. We praten over Nikeri, was een probleem laatst op Nikeri. Daar zijn we hard bezig. Ik denk ook aan Mungo, nee, niet direct Mungo, maar Marowene. We hebben daar een oppervlaktezuivering. Het is al een aantal jaren. Het is aan vervanging toe. Daar moeten we eentje opzetten. In het Brokopondo gebied zelf. En precies zo zijn we bezig. In de achtergelegen gebieden in Inding. Wat voor mij prioriteit is, is dat de mensen die geen water hebben, dat die mensen van drinkwater worden voorzien. De bewoners van Kommerwijnen klagen sinds de opening van het waterzuiveringsstation La Liberté dat ze alleen maar bruin water uit de kraan krijgen. Clifton Linga verklaart waarom zij daar nog last van hebben. Het leidingnet dat daar staat, staat al een hele tijd daar. En de mensen kregen vroeger niet eenmaal 24 uur water. En laat mij dit zeggen. In Paramaribo en de andere gebieden waar ze van eenmaal 24 uur water worden voorzien, hebben we dan een spuiprogramma. Dat is om je leidingen te onderhouden. Dus wat te doen. We hebben een onderhoudsschema waarbij de kelders worden schoongewassen, de leidingen worden doorgespoeld. Want nadat je het gebruikt zelf, thuis zelf, heb je een bepaalde aanslag aan je leiding. En dan moet je het regelmatig schoonmaken. Dus in Kommerwijnen, doordat je die lage drukken had, had je aanslag in die buizen. En nu dat station erbij is gekomen, zijn de drukken verhoogd. Dus die dingen raken los. En dan komt er dan vuil water in de kraan. Dus het is niet dat het schadelijk is, maar de kleur is onaangenaam. Dus waterleiding op zich is bezig, omdat de leiding helemaal doorgespoeld moet worden. En we zijn bezig. De mensen die bijvoorbeeld een doorverbinding hebben, bijvoorbeeld zijn die bemeter, kunnen die kranen openmaken, laten dat water doorstromen. En de mensen die wel van de meter zijn voorzien, daar zijn we bezig om voor die meter die koppeling los te gooien, dat water te laten stromen. Alleen dat die mensen hun meter niet lopen, dat ze meer voor water moeten betalen. Maar we zijn bezig. De SWM-directeur belooft dat Kommerwijnen binnenkort schoon water uit de kraan krijgt.